Ja, 30 dagen campagne voeren voor wereldverbeteraars is nog aan de gang. Volgende week heb ik een hele mooie special waarin Marley Fransen mij interviewt over hoe je dingen gedaan krijgt. Hè. Hoe zet je zo'n campagne nu op? En er komt nog een extra bonus en uitsmijter volgende week. Maar voor nu, op veler verzoek. Hè. En jullie hebben het misschien gezien. Misschien heb ik jou gezien op de markt hier in Horst. Of ben je naar de website geweest, hartvoordevrouw.eu? Misschien heb je mijn artikel gelezen in het Parool over vrouwen in de politiek. In ieder geval, ik heb de afgelopen dagen heel veel mannen en vrouwen gesproken die zeggen: hoe zit dat nu met vrouwen in de politiek en in die Tweede Kamer? Wat kan ik doen volgende week woensdag als ik daar iets in wil veranderen? Nou, en ik denk, ik maak in deze korte video, leg ik het nog eens een keer uit hoe het nu precies werkt. Allereerst is de vraag van, vind je het echt een probleem? Vind je het een probleem dat er op dit moment, ja, als we zo kijken naar de peilingen, eigenlijk minder vrouwen terugkrijgen in de Tweede Kamer dan dat er nu zitten? Nou, persoonlijk denk ik wel dat dat gewoon een gemis is voor de democratie. Uiteindelijk wil je de best mogelijke besluitvorming hebben. En die krijg je niet als je met allemaal dezelfde soort mensen, want de Kamer bestaat nu uit ja, mannen, witte mannen, hoogopgeleid en met name uit de Randstad. Als je met zo'n groep dezelfde soort mensen ja, besluiten moet nemen, dan heb je vaak ook een soort vanzelfde blik op de zaak, waardoor ook nieuwe ideeën, en die nieuwe ideeën die zijn hard nodig in onze democratie, gewoon niet eens aan bod komen. Dus nog even los van het argument van er zou een mooie, hè, de Tweede Kamer moet een mooie afspiegeling zijn van de samenleving, wat ook zo is, maar zo'n ja, uniform, homogeen besluitvormingsorgaan is gewoon niet goed voor de democratie. Als je meer wil weten, ga dan ook gerust even naar mijn blog, irenejansen.nl, of lees dat stuk in het Parool waar ik het net over had. Maar daar begint het dus mee. Is het een probleem? Nou, vervolgens is dus de vraag: als je iets zou willen doen aan het aantal vrouwen in de Tweede Kamer, wat kunnen jij en ik dan nu nog doen? Een paar dagen voor de verkiezingen. En het antwoord is eigenlijk heel simpel. De vraag is: wat wil je doen? Kijk, heel veel mensen stemmen bijvoorbeeld op de hoogstgeplaatste vrouw op de lijst. En dat heeft een enorme symbolische waarde, een enorme symbolische werking. Maar wat veel mensen niet weten, is dat dat uiteindelijk niks doet voor het aantal vrouwen in die Tweede Kamer. Dus als je zegt van ja, maar ik wil ook dat mijn stem bijdraagt aan meer vrouwen in de politiek, dan kan je over nadenken om dus niet op die hoogstgeplaatste vrouw te stemmen, maar om te gaan stemmen op een vrouw die lager op de lijst staat. En wat dan slim is om even te kijken van, hè, volgens de peilingen heeft deze politieke partij bijvoorbeeld 10 zetels. Nou, dat je even gaat kijken van wie staat er dan eigenlijk onder in die lijst, hè? Dus niet bij die eerste 10. Want die eerste 10, die komen er toch wel in, gewoon puur op basis van hun plek, hè? Dus je kunt dan echt kijken van, oké, wie staan daaronder? En dan kun je op een andere vrouw stemmen. Dat heeft weer een enorme, geeft weer een enorm steuntje in de rug voor al die vrouwen die dus niet op verkiesbare plekken staan. Want daarmee ondersteun je hun profiel. Uiteindelijk is iedere. Kijk, Franka zit ook te kijken, hè, plekje 26 bij D66. Dus iedere stem op zo'n vrouw die lager op de lijst staat, levert gewoon, ja, wat ik zeg, dat steuntje in de rug op. Zorgt dat haar profiel goed zichtbaar is in haar politieke partij. En helpt haar dus ook weer om, ja, de missie die zij heeft, het onderwerp waar zij mee bezig is, om daar gewoon sterker haar stem voor te laten horen. Maar wil je echt ervoor zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komen en je wil dus echt iets veranderen aan die lijstvolgorde,
dan zou je kunnen kijken naar die vrouw die eigenlijk op basis van de peilingen dan net buiten valt. Want op het moment dat die vrouw 16.000 voorkeurstemmen heeft, dan kan zij eigenlijk ten koste van een man toch die plek innemen op de, in de Tweede Kamer. Dus het ligt er een beetje aan wat jij belangrijk vindt met jouw stem. En natuurlijk mag iedereen zelf weten wat hij doet. Maar als je echt het verschil wil maken, zet dan in op die vrouw die eigenlijk net buiten die peilingen valt. En daarvoor heb ik het je makkelijk gemaakt. Op de website hartvoordevrouw.eu kun je een lijst vinden van die vrouwen die net op dat wippuntje zitten van net wel, net niet. Nou, kijk eens, misschien zit er een mooie vrouw bij waarvan je denkt van ja, die wil ik graag ondersteunen. Want dat is degene die jouw stem het hardste kan gebruiken. Nou, dat was voor vandaag nog eens even uitgelegd hoe dat ook alweer zit. Vrouwen in de politiek. Ik ben heel benieuwd. Vind jij dat belangrijk? Meer vrouwen in de politiek? Ja of nee? Wil je er ook iets aan doen? Ga je ook stemmen op een vrouw? En wat is jouw belangrijkste reden om dat te doen? Ik hoor dat heel erg graag. Zoals gezegd, volgende week rond ik af de 30 dagen campagne voeren voor wereldverbeteraars. Maandag zit Marlie Fransen hier bij mij aan tafel en die gaat mij interviewen in het kader van haar Get Things Done week. Dus dat vind ik ook wel leuk om dat gewoon ook aan jullie te laten zien als extraatje. Van ja, hoe zorg je nu dat als je dan een campagne idee in je hoofd hebt. En Franka is daar zeker iemand van ja, je hebt dan een idee. Maar hoe ga je dat dan ook in actie zetten? Hoe ga je daar ook mee aan de gang? En hoe zorg je ook dat, dat je dingen gedaan krijgt? Nou, dus dat allemaal maandag in de Facebook Live, waarin dus Marley mij hierop bevraagt. En ik ga nog een paar Facebook Lives doen tot en met de dag van de verkiezingen. Allemaal dus in het kader van 30 dagen campagne voeren voor wereldverbeteraars. Mocht jij nu zelf campagne aan het voeren zijn of een idee hebben voor een politieke of een andersoortige campagne als ondernemer, omdat je zegt ik heb een missie of om het plasticverbruik te verminderen in Nederland, of ik wil dat er wordt iets gedaan aan überhaupt duurzaamheid. Nou, heb je daarvoor mooie diensten en producten en zeg je ja, ik wil dat grootser de wereld ingooien, ik wil daarvoor campagne gaan voeren, begin dan bij mijn werkboek dat ik daar speciaal voor maakte, de kern van jouw boodschap. Op irenejansen.nl/kern kun je dat werkboek downloaden en met 5 simpele vragen kun je eigenlijk uitvissen wat de kern van jouw boodschap is, wie jouw fans zijn, hoe je ze wilt betrekken bij jouw missie, bij jouw droomdoel. En dat is gewoon een super mooie basis voor jouw campagne. Doe dat dus ook vooral. Blijf kijken. Nog een paar dagen, 30 dagen campagne voeren voor wereldverbeteraars. Dan zie ik jou heel snel weer. Tot gauw. Hoi.